Er komen veel gebouwen leeg te staan. Verenigingen die hebben problemen met ledenaantal. En ze hebben financiële problemen daardoor. Dat betekent dus dat er heel veel gebouwen, met name van onderaf, leeg komen staan. Nou, dat betekent dat je moet gaan herbezinnen van wat willen wij, wat willen we met al die scholen, wat willen we met al die accommodaties. Om te gaan kijken hoe gaan we dit nou allemaal aanpakken. Het uitgangspunt in deze startnotitie is dat er beleid geformuleerd wordt dat zorg draagt voor een breed gedragen en toekomstgericht accommodatiebeleid in Horst aan de Maas. En de rol van de overheid die moet mee veranderen in een veranderende samenleving. Ja, er moet structuur aangebracht worden. De gebouwen worden opnieuw allemaal bekeken. Dus er wordt geïnventariseerd wat er per dorp aanwezig is. En dan gaan we kijken wat er per dorp nodig is. Het uitgangspunt moet zijn om de accommodaties op de best passende plekken over heel Horst aan de Maas te verspreiden. Met een heldere, eenvoudige en uniforme tariefstructuur is iedereen gebaat. De verenigingen die gaan kijken waar ze op eventueel op welke gebieden dat ze kunnen gaan samenwerken. Een mooi voorbeeld in onze gemeente is het samengaan van de voetbalverenigingen van Tienrij en Zwolle. De eerdere rivaliteit is verdwenen en er wordt nu al gesproken over het samengaan van de basisscholen in beide dorpen. Nou, op de burger merkt dat je overal in elke kern een accommodatie hebt waar die wat mee kan. We gaan samenwerken met werkgroepen en met klankbordgroepen. We gaan echt naar de burger toe en kijken van hoe kunnen we gaan samenwerken. En als dat gedragen wordt door de burger, dan heeft het meer kans van slagen. Het uitgangspunt is dat we over 5 tot 10 jaar een verantwoord en duurzaam aanbod hebben aan accommodaties voor onze gemeenschap.